Breda Nu. Je weet het meteen. Vanmiddag zijn we in de grote kerk van Breda, waar de inauguratie plaatsvindt van 3 vrouwen en 1 heer van Breda. Ze worden hier geïnaugureerd omdat ze zich hebben ingezet, vrijwillig hebben ingezet voor tal van maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, sportclubs en al die verenigingen die Breda zo'n bruisende stad maken. De Heerlijke Orde van Breda is een waardering voor al het vrijwilligerswerk wat je hebt gedaan. En waarbij je dan ook nog altijd al initiatieven hebt genomen. Niet te beroerd bent geweest om leiding te geven. Vooral door te gaan en ook je initiatieven uit te dragen naar anderen. Je wordt gevraagd en dus voorgedragen door een selectiecommissie, dat is de seniorenconvent, die doen een voordracht aan het bestuur, het comité executief. Wij zijn nu heer en vrouwen van Breda. En als je nou kijkt waarom, is het eigenlijk omdat het iets is wat voor ons heel vanzelfsprekend is wat wij doen en hebben gedaan. Iets wat ons hart ons ingeeft. Ons inzetten voor de maatschappij om ons heen. Vrouwen van Breda, wat betekent dat voor je? Toen ik gevraagd werd daarvoor, dacht ik, waarom ik, zoveel heb ik toch niet gedaan. Maar het is zo vanzelfsprekend dat je dingen doet die je leuk vindt in de eerste plaats natuurlijk. Ja, een gevoel van eer uiteraard. Van waar heb ik het aan verdiend? Dat is de eerste gedachte die opkomt. En dan vooral ook een beetje trots, maar eer. Ja, het is echt, zo zie ik het wel, waardering. En je hoort toch nu tot een select gezelschap van mensen die in mijn optiek nog veel meer gedaan hebben dan ik heb gedaan. Maar om daartoe te behoren vind ik wel heel eervol, ja. Why me? Ja, er zijn zoveel mensen die heel veel doen voor Breda. En dat moet natuurlijk vooral koesteren. En ik vind mezelf daar eerlijk gezegd niet zo heel erg bijzonder in. Maar ja, je voelt je natuurlijk toch wel een beetje gestreeld. En ik denk dat het ook wel een goed voorbeeld is waar we het ook al over hadden voor de toekomstige generaties. Om dit vooral vast te blijven houden. Want wij maken het met elkaar hier in Breda. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus het is dan geweldig als je dan heer van Breda mag noemen. En natuurlijk alle clubjes waar je je voor inzet is gewoon leuk om te doen. En je krijgt zoveel dingen terug. Dat is echt gewoon geweldig. Ja, ik moet zeggen, daar geniet ik gewoon van.